Welkom dames, heren en andere organismen. Welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag zijn we hier met niet zomaar een video. Nee. Aflevering 1 van de Road to Bochum. Eindelijk weer een Road to. Hier hebben jullie lang op gewacht. Mijn laatste Road to was een Road to Real. Dat was in FIFA 15. Hallo, mijn Sukou van Oppersnel met van de allereerste aflevering van Road to Real. Dus jij wilt het beste team creëren? Ja, dat wil ik zeker. Daarna krijgen we uiteraard een starterspakket. En ik ga voor Duitsland, want we hebben die duizendjes nodig. Dat ik dit ooit nog zou zeggen in mijn leven, had ik niet verwacht. Daar komt het packie op, geef me Royce. Schimmer. Hè? Kijk, dat je Son een Japanees noemt, oké. Maar Benitez een Duitser? Ik weet het niet. Misschien zit heel hard. Benitez! Het is Benitez! Ik besloot om een keeper te lenen, want je mag één speler lenen. En geluk boven geluk, wonder boven wonder, krijgen we Ter Stegen voor 9 wedstrijden. Dat vinden we heel erg lekker. We kiezen de tenues, allebei wit. Super slim, fantastische keuze. We kiezen een heerlijk logootje en daarmee is de club gemaakt. Ja, wij zijn blij en Ter Stegen ook! Uiteraard kreeg je ook welkom back. Wat? Helemaal niks. Geen één pack. Ik heb 0 coins. 0. Hoe kan ik iets doen? Ik heb 0 coins. Wat triest. Zo triest, man, dit. Maar geen gezeik. We gaan gewoon beginnen. Dit is mijn uiteindelijke team. En op links met Koen. Hij heet gewoon Koen. En op linksback niemand minder dan... Oh, Van der Sluis. Jawel, wereld. We gaan Division Rivals spelen. Zo'n plaatsingpotje. Dan kom je altijd tegen een noob. Wat? Oh, my lord. Ongelofelijke skill-based matchmaking. Jawel. En zoals jullie net al konden zien. Als je inzoomt op het kopje van Van der Sluis. Dan zie je gewoon... Ja, jongen, angst. Mensen hebben angst voor hem. Mensen zijn bang voor hem. En zo ook deze tegenstander, want hij liet gelijk. Yes. Ik heb er eigenlijk niet heel veel aan. Want ja, ik krijg geen winnaar bij. En 112 coins in totaal. Maar hey, de eerste 112 coins zijn binnen. Dan beginnen we een nieuw potje en komen we... Dit is toch niet normaal? Dit is toch absoluut niet normaal? Hoe kom ik... Ik snap echt niet hoe ik tegen deze tegenstander kom. Ik snap er helemaal niks van. Maar jongens, we geven niet op. Nee. In de 18 minuten, we beginnen lekker een wereldpaas op Bouwman. Maar helaas, ja, hij komt niet langs Alisson. Wat niet heel raar. Want ja, Bouwman versus Alisson. Die zal Alisson, ja, meestal wel winnen. Dan wordt daar hoed. Oh, enge prank in de hoed, man. Die wordt neergehaald en dan krijg je een penalty. En je weet, als ik een penalty krijg, is het altijd een goal. Ik mis. Helaas. Maar daarna Petersen, net voor rust, die komt door en bam! Wat een goal, Petersen. Heerlijk, lekker zeg. In de 51 minuten komt Van der Sluis door. Oh, episch terug. Ja, dit is wel jammer, maar wel leuk gedaan op zich. 10 minuten later is daar Petersen. Die gaat 1-op-1 met de keeper. Hij kapt de keeper. Ja, oh, dit is niet goed. Dit is niet goed gedaan, hè. 1-op-1 met de keeper, dan dat is niet goed, hoor. Dat is echt absoluut niet goed. En daarna, jullie weten wat er gaat gebeuren. Son, die scoort natuurlijk de 1-1. Het is ongelooflijk. Geen kans gehad, deze vent. Scoort hij de 1-1. Maar geven we dan op daarna? Ja. Bedankt voor het kijken naar deze video. Ik zie jullie weer de volgende keer. Holy shit. Nee. We gaan gewoon door. Want hier zijn we in de aanval. De bal op Petersen. Hij is sterk. En jawel, hij scoort gewoon. Het is ongelooflijk. En je gelooft het niet. We winnen. Ongelooflijk, we winnen gewoon. Van dat team waar we net tegen speelden. En we hebben nu 676 munten cash in de klauwen. Hallo. We hebben een coin bonus vrijgespeeld van 1k per potje. Dat is natuurlijk erg lekker. En we hebben wat andere challenges gehaald. Allemaal andere dingen waar we een beetje coins mee krijgen. Allemaal erg goed. En uiteindelijk hebben we 1126 coins. We krijgen ook nog een packie. Daarin krijgen we, ja, chambers. Dat is niet heel goed, maar ook niet heel slecht. Gewoon, ja, wel heel slecht eigenlijk. En daarna besloot ik, laten we beginnen SBC's te gaan doen. Ik had ze allemaal ingeleverd. Ze waren erg makkelijk. Alleen met die bronzen spelers. Dus ja, was niet heel bijzonder. We kregen 4 packs. Het was niks. Aan het appen met wat... Nee, het was gewoon weer niks. Dus 4 keer niks. Niet 3 keer niks, maar 4 keer. Wel weer een challenge vrijgespeeld dat ik een SBC moest doen. 150 minuutjes erbij. Voordat we doorgaan, mensen, kreeg ik deze belangrijke melding van de EA op mijn nieuwe account. Zoals je kan zien, kreeg ik een melding dat je geen coins mag kopen of verkopen. Want anders, ja, wordt je account geband. Dat wil je natuurlijk niet. Ik heb er wel een manier voor om dan toch nog je packs te kunnen openen. Ga naar ikwiltegroep.nl. Jawel. PlayStation kaarten, Xbox kaarten, PlayStation Plus, Xbox Live. Allemaal verkrijgbaar. Hartstikke lekker. Ga nou lekker naar ikwiltegroep.nl en hou daar nou je te goed. Maak een account. Dan heb je na je eerste bestelling altijd korting op je volgende bestellingen. Is dat even fantastisch? Check het linkje in de beschrijving, mensen. Daarna gaan we de basis SBC's doen. En dat is echt gratis geld. Ik zweer je, dat is echt gratis geld. Heb je nog niet gedaan? Wat mij sterk lijkt. Doe ze. Je moet 5 bronzen spelers inleveren. Ik krijg allemaal spelers terug tussen de 500 en 1000 coins. Echt heel chill. Ze verkopen ook gewoon legit allemaal. Dus het is echt lekker. Ja, sommige zijn natuurlijk 200. Maar de meeste zijn echt tussen de 500 en 1000 coins. Natuurlijk nu wat meer, aangezien nu minder mensen die starten SBC's. Dit is echt veel te FC Glory. Ik ga hiermee ophouden. In ieder geval, ik vond dat het tijd was voor het Bochum logo. Jawel. Die moesten we natuurlijk hebben. We konden niet zonder. Dus ik ging even kijken hoe duur. Hè? Wat? Waarom is het zo duur? Ongelooflijk. We bieden 150 coins. En ik laat jullie zo weten hoe het is afgelopen. Spanning en sensatie. Enorme spanning en sensatie. De shirts waren allebei 2k. Nee, 2k voor een shirt. Zij zijn helemaal gek geworden. Waar gaat het over? Een Bochum shirt. We bieden wel 150 coins op een OC toetje. Oh, mijn grote held. Hij moet natuurlijk mijn eerste speler worden die ik koop. Het kan niet anders. Hier hadden we nog een basis SBC. En ik heb over deze basis SBC.
En ik heb over deze baas SBC 11 minuten gedaan. 11 minuten. Ik deed het ook helemaal verkeerd. Ik heb hier echt coins verloren. Echt zonde. Maar uiteindelijk was de bedoeling dat je met 1 nationaliteit en 5 leagues moest een team maken. Nou, ik verdiep het helemaal. Het ging echt helemaal fout. En dan kreeg ik een goud pakketje. Gray. Zou je nog steeds vinden dat alle homo's moeten branden in de hel? Of zou je dat niet meer vinden? Ik heb gewoon getweeten. Dat is toch ongelofelijk. Is it me or are there gays everywhere? Hashtag burn, hashtag die, hashtag makes me sick. Je bent echt niet lekker als je dit tweet. Even serieus. Ik kon ook wel deze spelers allemaal wel verkopen. Niet voor heel veel. Maar wel gewoon dat ik lekker coins winst maak in ieder geval op deze SBC. Wat logisch is. Want als je 5 spelers van 150 coins hebt. Ja, dan moet het op zich wel lukken. Het bogumlogotje is binnen 150 coins. Maar oh mijn god. Iemand anders heeft OC Tutu opgepikt voor 200 coins. Wat een deceptie. Ongelooflijk. Hier moet ik echt even van bij komen. We hebben inmiddels wel 4.8k. En daarmee is het ook tijd voor de volgende SBC. De laatste baas SBC was ik even vergeten op te nemen. Maar ik heb hem wel gehaald. Yes, gehaald. Ja, ja, ja. Ik heb hem ongeveer even makkelijk gehaald. Als iedereen die eindexamens heeft dit jaar. We krijgen daarvoor 2 packjes. Eerste packje. Ja, nee. Dit is niet lekker. Hou je niet veel coins uit. Echt absoluut niet blij mee. In het tweede packje krijgen we Samir Nasri. En denk je, nou, niet heel goed. Maar al deze spelers zijn wel gewoon weer 500 tot 1000 coins waard. En ik had niemand minder dan Stepinski. En Stepinski, geloof het of niet, 4100 coins. Lekker hoor. Zo gaan we lekker. We kwamen hierdoor uit op 11.000 coins. Dat is lekker. En hierna gingen we nog een paar SBC's doen. Je raadt het niet. We begonnen met de SBC Elite 8. Ik zweer het je mensen, als je gewoon coins wil aan het begin, doe gewoon die SBC's. Het is echt gratis geld. We deden hem, we kregen een 45k pack, echt bizar. Daarin kregen we Sirigu, dat is niet echt goed, maar wel gewoon een paar k. En al die spelers kan je echt allemaal verkopen. Ik discard ze altijd, maar je kan ze allemaal verkopen. Daarna besloot ik mijn 10 om aan te passen, dat was ik vergeten. Uiteraard naar VFL. Nee. Oh, zeker doe het als team. Jawel. Leuk. Wat een heerlijk teampje zeg. De volgende SBC, het einde van de regenboog. Die naam heb ik ook niet zelf bedacht. En sommige spelers vond ik een beetje duur, dus ik begon een beetje te bieden. En toen begon ik ook een paar spelers op te pikken voor flink onder een prijs. 400 coins profit, jongens. Per speler. Dat is cash in de klauwen. We kregen weer een 45k pack. En daarin kregen we... weer niet echt goed. Nee, weer niet echt goed. Maar wel weer allemaal te verkopen. Daarna hebben we de Keltische Knoop SBC. Wat is dit voor naam? Wat een vertaling. Keltische Knoop. De Keltische Knoop SBC. We kregen hieruit een zeldzaam Electrum spelerspakket. Wat op zich wel redelijk is. Maar helaas kregen wij weer kak. Gewoon weer. Maar we kregen wel een goede Japanees. 650 coins waard. Dat was erg lekker. Hierna besloten we nog 1 SBC te doen. Deze heette Duivels. Oh my god. We kregen uit deze een matige pack. Maar zoals ik eerder heb gezegd. Al deze spelers kan je gewoon verkopen. En je krijgt er gewoon prima coins voor. Dus ik zweer het je. Als je nou zuinig op je coins bent. Verkoop die spelers. En doe niet zoals ik. Alles discarden. Want dat staat eigenlijk niet eens op. Want elke speler kan je verkopen. En jongens. Toen was het tijd. Ik had meer dan 20k. Om alle spelers van Bochum te kopen. Ja. Daar gingen we ongelooflijk. Wat hebben we er lang over gedaan. In totaal ongeveer 1,5 uur. En toen was het eindelijk zover. Alle spelers van Bochum zaten in mijn club. Het is ongelooflijk. 1,5 uur om deze wereldse challenge te voltooien. Ik vind het knap van mezelf. Applaus voor mij. Dank u. Daarna ging ik met mijn Bochum-team nog een potje in FUT Rivals spelen. Division Rivals. En we kwamen weer tegen een aardig team. Maar niet heel goed. Aardig team. We verloren 6-1. Wat een poepteam. Dan wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Wat een fantastische video. In 1 aflevering. In aflevering 1 hebben we het gewoon al gehaald. Ongelooflijk. Eindelijk weer een serie afgemaakt. Vinden jullie het leuk en hebben jullie een team waar ik de volgende road toe naar moet doen? Laat het zeker achter in de comments. Dan gaan we dat volledig doen. Abonneer op mijn kanaal als je het leuk vond. En dan zie ik jullie later. Joejoe. Holy shit, echt mijn oren doen nog pijn. En mijn tuin was op beat een beetje vals in het refrein. Maar zo is het wel begonnen, beetje jong en onbezonnen. Zit ze snel voor op FIFA en ging onderweg en tonnen, wauw. Waarom denkt de politieagent die altijd gelijk heeft? De aanhouder wint altijd. De aanhouder wint, want hij mensen aanhoudt. Is goed, mensen de groeten.